Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijkt. Wij gaan vandaag koeien voeren met een hakslag. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard. Zijn jullie eigenlijk tot het idee gekomen om met deze hakslagen te gaan voeren? Hoe dat op een kam ben? Ja? Nou, dat is zo kam, zo. Er gebeurt er verschrikkelijk veel plezier aan. Want die kan hem hydrostatisch, gewoon aan en terug. Je zit niet steeds met die poot op je koppeling. Je hebt mooi overzicht. Een heel staal duurking om het voeren. Ik ben daar ontzettend gek van. Hij rolde wat in stief nek. En dan moet je altijd achter hem kijken. Doe even voor. Hij alles voor je. Deze machine heb je ook in Nederland gekocht? Sebeco, die importeerde die Heston Hassela. En die Van de Becker die dan dat ding had omgebouwd, die deed er ook een beetje kneuzen bij hemzelf en bij een paar klanten voor de liefhebberij. Maar dat was, alles was versleten van die bek en zo. En door hem van gekocht. Die kneuzer die zit rechtstreeks op de krukas. Dus die maakt die 1000 toeren. Dus dat was ook niet goed. Dus er moest een vertraging in komen. En dan kun je hier zien. Er zit een dikke powerband zit erop. Met een paar grote ronden. Even maken. Ja, dat is echt nog wel een hoop berg aan gebeurd. Ja. Versnellingsbak is erbij voorgebouwd. Daar kun je dus kiezen wie lost in de eerste versnelling. Maar dat hij wel zien in het lessen. Toen ging het hard. Maar dan krijg je de wagen niet leeg, dan gooi je hem in de overdrijf en dan loopt hij heel hard en dan gooit hem praktisch leeg. Heel veel plezier aan het, maar ook wel de nodige kopzorgen. Ja, en, ja, nee, echt. En ja. De man en de maker, de Van de Becker, die had daar ook liever brei aan en die had er schik aan, maar hij doet dat dadelijk niet weer, dat gelukt niet. Vond je deze caterpillarmotor en deze Heston hakslag net zo ruig als wij? Geef het filmpje even een dikke duim en een reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal agritrader.tv. Ik zou zeggen tot volgende week vrijdag. Ik mag het misschien niet generaliseren, maar het is wel een beetje een veeboerenmachine. Je bedoelt dat het gewoon een slim apparaat is? Het is een heel slim apparaat, maar vooral de kleine dingetjes, let op. Overal een strootoutje vast. Jij weet waar dat strootoutje ervoor ik zit, toch? Ik weet waarvoor die zit, let Laat op. Zien. Ik begreep al dat er patent op was aangevraagd. Hier was patent op aangevraagd. En terecht. En terecht, dat zou ik ook doen.